Bij de klok stond de tijdstellen in 2020, maar niet in 1887, Jos van der Kerkhof, hè? 1887. Je voorouders hebben iets gerealiseerd van het Lieshoutse naar Aderiksel. Ja, dat klopt. En wat hebben ze gerealiseerd in 1887? Nou, mijn overgrootvader die is begonnen hier dus met horloges. En later is hij dan nog weer met torenuurwerk begonnen. Is hij bewust naar Aderiksel gekomen? Want Aderiksel stond toen al bekend als klokkendorper. Hè? Ik denk aan Petit Fritsen. Ja. Is het een bewuste keuze geweest? Nou, waarschijnlijk wel, omdat toch al wat meer klokken hier waren. En dat van IJsbaan of van Petit en Fritsen. En daarom is hij denk ik tot hier dus gekomen. Van kleins af aan eigenlijk. Ja, je kunt niet weten natuurlijk hoe Fritsen gereageerd heeft. Maar jullie hadden een andere tak. Nee. Andere tak als Petit en Fritsen, hè? Petit en Fritsen, die gootklokken. Die gootklokken. En jullie deden aan torenuurwerken. Torenuurwerken. We hebben alleen maar torenuurwerken gemaakt. Terwijl in latere jaren, in 1964, hebben we nog wel luidklokken gemaakt. Toch nog? Wij hebben nog luidklokken gemaakt. Ja, hoe is het in zijn werk gegaan? Vertel eens een stuk van de geschiedenis waar jij je kent herinneren. Waarvan? Van dit bedrijf, de klok. Ja. Je vader natuurlijk. Mijn vader, dus die, maar daarvoor was dan weer mijn grootvader. Die was gemeenteontvanger nog in Aderiksel. En mijn overgrootvader was trouwens ook nog gemeenteontvanger. Dus we zitten allemaal nog in het financiële. En die is dus begonnen eigenlijk als klein bedrijfje hier in de kapella naast het oude nest, naast van het kerkhof. Daar heeft de eerste fabriek tussen gestaan. En hij woonde in het huis waar nou dus de juwelier dus zit. En daarnaast, daar had hij dus zijn werkplaats. Ja, zit er verband, hè? Want we hebben nog een horlogezaak en een klokkenzaak na de Riksen van de kerkhof. Zit er verband? Is dat familie van elkaar? Dat is wel familie van elkaar. En maar dan gaan we wel weer. Mijn overgrootvader, die is namelijk 2 keer getrouwd geweest. En uit het eerste huwelijk zijn een paar kinderen gekomen. En mijn grootvader, die is zijn moeder verloren. Toen die nog heel jong was. Ik meende dat de maand of 4 was of zoiets. Of misschien in ieder geval op hele jonge leeftijd is hij zijn moeder dus verloren. En hij had nog 2 zusjes nog. En toen is op een gegeven moment zijn vader is weer opnieuw getrouwd. En dat is dan weer de tak waar nou dus de juwelier dus weer uitkomt. Ja, als je zegt kerkhof in Aderiksel, er wonen meer kerkhof in Aderiksel. Maar dan word je al snel, ja, dat is de horlogemaker. Ja. Of dat is de klok, hè? Ja, misschien wel, dat weet ik niet. Het meest denk ik horlogemaker, omdat de meeste mensen daarmee te doen hebben. Wij hebben verder eigenlijk helemaal niks met Aderiksel van doen gehad, omdat wij dus altijd buiten Aderiksel ons werk hadden. Ook nooit bij die mooie Waterstaatkerk, waar ook zo'n mooie toer. Nou, daar hebben wij dus ook wel dus tuurwerk dus geleverd. Later nog een keer aan de achterkant. Hè? Want toen kwam op een gegeven moment de wethouder en toen zegt hij, nou, aan de achterkant van de kerk, er worden ook allemaal huizen gebouwd en dan willen ze ook weten hoe laat dat het is. En daar moet ook nog een wijzerplaat moet daar dus nog bij komen. Dus toen hebben we daar ook nog aan de achterkant nog weer van de kerk, hebben we daar nog een wijzerplaat nog weer gemaakt. Ja, we hadden gouden tijden in die tijd, want we hebben nog een bedrijfje meer gehad. Hè? Hier een stukje verder, hè, bij de Klokstraat. Die hebben we dus ook nog gehad, maar dat is dan nog weer de familie meer vanuit het tweede huwelijk. En die hadden dezelfde brands. En die had dus hetzelfde, nogmaals, als ik weer terugkom naar mijn grootvader uit dat huwelijk. Mijn grootvader is dus uit het eerste huwelijk eigenlijk. Toen is zijn vader dan weer opnieuw getrouwd. Daar zijn ook nog weer kinderen zijn daar dus weer van gekomen, wat ik net dus al zei. En hij heeft dus op een gegeven moment, een van die jongens, heeft hij gezegd van nou, we zullen dat samen doen. Kom jij bij mij werken, dan doen wij het samen. Maar zoals dat heel vaak dus gebeurt, als je dus twee mensen dus hebt, die krijgen ruzie dus met elkaar. En die zijn uit elkaar gegaan. En die andere, dus dan was dan Marinus, was dat. Die is toen voor zijn eigen begonnen. En die is dus een stukje verder gaan zitten.
En die is daar dus begonnen. En ja, zodoende heeft hij ook uurwerken gemaakt. Ja, dat is vrij dicht bij elkaar. Maar hij heeft dus op een gegeven moment, zover als ik dus weet, van uurwerken, dat hij ze niet echt helemaal gemaakt heeft. Maar ja, dat is zijn kant eigenlijk allemaal. He, maar wat ik dus kan vertellen, wij hebben hier dus de uurwerken, hebben wij hier dus heel veel dus gemaakt. Of ja, heel veel. Het is geen massaproductie allemaal. He, maar wij hebben hier de uurwerken gemaakt van begin tot aan het einde. Ja, jullie hebben nog een unieke werkplaats, he, tot ja, tot een aantal jaren geleden. Tot een aantal jaren geleden. Ja, tot een aantal jaren geleden. Wat kan je als kind herinneren van je... Ja, toen je bepaalde leeftijd had, werd je gewoon als kind al bij bedrijven betrokken? Ja, als kind wel. Dat was dan vroeger eigenlijk al van school. Hè, wij woonden dus in Helmond. En ik ging dus met de fiets dus naar Adelaide toe. En dan ging je hier natuurlijk in het bedrijf ging je weer wat rommelen als kind zijnde. Of je kon van alles gebruiken en je ging wat timmeren. En dan moest wat gemaakt worden. En dan werd dat gewoon gedaan allemaal. Ja. He, dus hier vond je je speelterrein eigenlijk. Ja, ja, maar je groeide ook automatisch in het bedrijf. Je groeide ook automatisch in het bedrijf. Maar ik moet dus wel zeggen, mijn vader heeft dus het meeste dus eigenlijk gedaan. Mijn vader, die is dus begonnen als jonge man eigenlijk. Is hij dus eigenlijk, die heeft dus het meeste het bedrijf opgebouwd. Ja, en in die tijd waren er nog geen geweldige kranen, want ja, je moest daar gewoon die moest dozen. Je moest er buiten bij klimmen natuurlijk en hijsen allemaal en dergelijke. He, maar het is eigenlijk het meeste, het maken dus daarvan, dat heeft hij dus weer het meeste dus weer gedaan. En die heeft het eigenlijk weer verder ontwikkeld eigenlijk. Terwijl dat het andere was ook wel maken, maar dat is dan weer meer maken dat ze dat spullen ingekocht hebben. En ook zelf weer bepaalde dingen weer maken. Dus van de uurwerken. Maar de grote onderdelen daarvan, die werden dan meestal wel weer ingekocht. Ja, wat was een hype in die tijd bij mij? Bij elke kerk moest wel torenuurwerk hebben. En liefst vierkantig, hè, rondom. Ja, natuurlijk. Dat heb je dan ook natuurlijk. Hè. Ja. En er was voldoende werk in die periode? Ja, er was toch nog wel wat werk allemaal dan nog weer. Ja. Want jullie hadden ook nog veel restauratie natuurlijk. Ja, ja, jullie hadden personeel hier in het bedrijf? Ja, we hebben hier ook personeel dus nog weer altijd weer gehad. Hè. Ja, die jaren voor jullie hebben gewerkt? Ja, allemaal jaren. We hebben heel veel verschillende dus gehad. Die zijn van de ambachtsschool afgekomen. En die zijn hier gaan werken en die zijn tot hun pensioen zijn die bij ons gebleven. Dus die hadden hebben dus verschillende gehad eigenlijk. Ja, die hadden toch het lef om in die toren van 30, 40 meter te klimmen. Nou, dat was alleen maar de monteurs natuurlijk. Ja, de monteurs. Hè, maar de andere mensen, ja, die zaten gewoon in de fabriek. Die moesten dus gewoon, ja, de onderdelen die werden gegoten, wel houten modellen. En die gingen naar de gieterij. En dan kreeg je dus het gietstuk kreeg je hier dus binnen. En dan moest dat hele gietstuk, dat moest dan weer bewerkt worden. Nou, dus dan had je draaibanken en je had freesbanken. En je moest op een gegeven moment die tandwielen dus weer maken. En dan moest dat allemaal weer in elkaar gezet worden. Ja, het was niet vandaag brengen en morgen klaar. Nee, zo vlug is het niet. Nee, want het is wel een heel werk was het dan nog weer altijd. Ja, en het was allemaal verschillend, hè? Torenuurwerken zijn overal verschillend, hè? Nou, dat valt nog mee, want het uurwerk is dus altijd hetzelfde. Als je dus de uurwerken van vroeger dus hebt. Dat ze zijn dus gewoon een hele hoop tandwielen zitten er dus in. En een hele hoop assen en een frame waar het dus tussen gebouwd wordt. En dat is dus allemaal hetzelfde. En dan moet je dus gewoon één keer per week moet je dat dus opdraaien. De uurwerk. En je hebt ook uurwerken die waren weer wat moderner. Dan ging dat weer automatisch met de motor. En dan moest er dus gewoon de aandrijving gemaakt worden. Dan moet er een as naar boven toe. En dan kreeg je boven kreeg je dus je wijzerplaten. En die wijzerplaten, ja, die moesten dan nooit gemaakt worden. He, maar het meeste werk natuurlijk zat hem in het uurwerk, wat dus gemaakt moest worden. Ja, dat zie je dan vaak niet, maar de wijzerplaten, die zag je vaak wel. Ja, die zag je vaak wel, maar dat is meestal, hè. Ja. Het binnenwerk zie je niet, alleen maar het uiterlijk. Ja, dan maak ik me toch nieuwsgierig, Jos. Want moest dan die koster of degene die hielp in de kerk naar boven, als die niet automatisch was het uurwerk? Ja, die moest elke week moest je naar boven toe. Dus die moest het uurwerk... En die moest dan op een gegeven moment die gewichten, die waren zware gewichten.
En die waren dan boven aan de zolder, werden die afgehangen. En dan ging er een zwaar gewicht tussen en die ging naar beneden toe. En dan moest de koster, die moest dus gewoon, of iemand dus die voor het huurwerk zorgde, die moest dus elke week een keer naar boven toe om dus dat huurwerk op te draaien. Ja, dat was iemand die een goede conditie had, hè? Want als je nou hier de Waterstaatkerk naar boven, dan ben je doodmoe, hè, voor je boven bent. Ja, maar dat vroeger waren de mensen niet zo, zo flauw, hè? Die gingen gewoon naar boven toe, hè? Ja, en de doodmoed, dat valt ook nog aan mee. Ja, voor jouw vader heeft het bedrijf ontzettend veel betekend, hè? Want als het late leeftijd, kan me nog herinneren, kwam hij hier met zijn autootje naartoe, hè? Ja, die heeft dus altijd, ja, hij heeft eigenlijk altijd heeft hij met de huurwerkje in de snijgen bezig gehouden. En we hadden, het zit een bepaalde ontwikkeling in natuurlijk. We hebben nooit alweer die tekeningen weer gemaakt. Eerst stond vroeger niet zoveel op tekening. Later is dat allemaal weer tekeningen, is het dus weer geworden. We hebben een hoop tekeningen van alle onderdelen, hebben tekeningen dus van. En dat, dan moet je dus op een gegeven moment, anders dan zie je daar door de boom het bos niet meer. Hè? Nee, nee. En het restauratiewerk was natuurlijk het mooiste, hè? Want na 20, 30 jaar. Ja, het restauratiewerk, ja, dat is dan ook alweer. Maar we hebben dus, je komt altijd, als je weer ergens komt, alles gaat een keer kapot. He, en die huurwerken die gaan ook een keer kapot of het moest gesmeerd worden. He, we gingen elke keer gingen we dan weer de huurwerken weer smeren. He, vaak heb je dan weer, dan werd dan, het huurwerk werd wel opgedraaid. En een keer het huurwerk werd dan gesmeerd met wat olie. He, we hebben het zelfs meegemaakt dat het op een gegeven moment een hele slimmerik was. En die dacht, ik ga het huurwerkje smeren. En ik pak godslampenolie. En die had dan weer met godslampenolie gedaan, maar dat ging allemaal helemaal vastzitten. Ja. Dus dat moest wel helemaal schoongemaakt worden. Maar dan boven, als je dus weer naar boven in de hanenbalken dus weer gaat zitten, dan heb je natuurlijk weer, daar kruipen ze dan weer niet zo vlug naartoe, om daar dus het spul weer te smeren. Nee. Maar dan heb je ook weer de aandrijving van de wijzers weer zitten. En dat moet ook gebeuren natuurlijk, dat moet ook gesmeerd worden. En daarom gingen wij dan meestal dus. Ja, we hadden een abonnement gewoon. En dan gingen wij gewoon elk jaar gingen we daar naartoe. Ja, ja. En dan gingen we alles een keer smeren en controleren. Servicedienst. Was je zelf ook betrokken? Werd je zelf ook vroeg voor de leeuw op als jonge man door je vader? Nee, helemaal niet. Nee, dan was je helemaal vrij in. Ik was helemaal vrij. Dus was niet, het ging van vader op zoon over en jij was er helemaal vrij in. Ik was er helemaal vrij in. Wat was jouw rol tijdens toen je vader het bedrijf had? We hadden een goede band samen. Maar wij hadden toch op een gegeven moment ben ik ook nog weer mijn eigen gang gegaan. En doordat ik ben weer meer gaan specialiseren op klokken voor fabrieken en voor bedrijven. En wij zaten dus wel bij elkaar. En ik hield het spul van mijn vader ook allemaal wel bij. En we hadden een gezamenlijke secretaresse. En die offertes typten allemaal. Dat was het meeste werk eigenlijk en voor mijn vader. Want er moest altijd het werk werd opgenomen en dat moest dan uitgewerkt worden. Wat mijn vader deed, die gaf het op kantoor weer af. En de secretaresse, die typte dus alles weer, die offertes. En dan werd dat weer verstuurd. Terwijl mijn werk eigenlijk al eenvoudiger was. Had je gewoon vaste prijslijst en als iemand dan weer wat hebben moest, kon je een prijslijst opsturen en dan was je klaar. Ja, en die maak je zelf niet. Je praat specifiek over prikklokken die aan, ja, aan de. Ja, dat zijn gewoon klokken en die kocht ik dus gewoon. Ja, dus ja. Jij dacht, ik ga mijn centen makkelijk verdienen als mijn vader. En, ja, of het nou gemakkelijker was, het was wel gemakkelijker. Ja, ja, ja. En je hoefde niet weg en je hoefde niet. Je kon hier gewoon blijven eigenlijk. Ja, ja, en dat werkte eigenlijk heel goed. Ja, maar de druk was niet eens. Op een gegeven moment werd gezegd, het moet over van vader op zoon en weer de volgende. Nee, helemaal niet. Dat is helemaal niet geweest. We hebben gewoon gesplitst. We zeiden gewoon, jij doet dit en jij doet dat. En ik hield mijn vader ook gewoon, moet zeggen, in de gaten. Ja. Wat hij dus deed en je nam telefoon aan en je deed hetzelfde als dat het ook voor jou was. Ja, kan ik concluderen, vader is nooit met pensioen gegaan. Dat kan je concluderen, ja. Ja, want tot het late leeftijd. Die heeft tot, ik geloof met zijn 98. Ja, zo 96 of 98. Dat je met de auto naar hier kwam, naar het bedrijf. Ja, dat klopt. En dan hadden jullie ook nog personeel, hè? En dan hadden we nog personeel. Maar die zijn tot laatst gebleven, totdat ze 65 waren.
En toen zijn we dus gestopt. En toen zijn jullie gestopt als bedrijf? Ja, als bedrijf. Toen ben jij nog doorgegaan met de prikkeloppen? Nou, daar ben ik nog mee doorgegaan, ja. Ja, een hele geschiedenis wat dat betreft. Maar dan zit je, hè? Ja. Dan zit je met een bedrijf. Nou, Aderiksel, ik denk dat er maar 2% van Aderiksel, 3% van Aderiksel hier ooit binnen is geweest. Hè? En die schrokken, want ja. Het was meer een museum geworden, hè? Ja, dat wel. En dat was ook al later ook nog weer. Hè, dat de mensen ook nog weer hier in de buurt weer een keer vroegen. Hè, die zijn al heel vaak hier om de hoek gekomen. En dat ze afgevraagd hebben, wat zou hier nou achter deze muur te doen zijn? Ja. En toen had iemand hier in de buurt, die had initiatief genomen. Van, mogen wij een keer komen kijken? Ik zei, ja, wij komen hier al zo vaak om de hoek gelopen. Ik zei, ja, ik zeg, kom maar. Ik zeg, als ik thuis ben, dan bel maar aan. Ik zeg, dan kan je het zien. Nou, toen kwam op een gegeven moment hier de hele buurt. Die kwam dus op een gegeven moment, want ze hadden de hele buurt gecharterd. Dus het hele huis zat vol met mensen. En nou, die kwamen allemaal een keer kijken. Dus dat vonden ze dan ook wel weer mooi allemaal. Ja, het was ook heel interessant, hè. Maar dan zit je, hè, een beeldbepalend pand in het dorp. Hè? Ja. Een monument. Een monument. Ja. Dan zit je, je wordt zelf ouder, hè. Je bent zelf gestopt met het bedrijf, je hebt een zoon. Ja. Ja, dan denk je, wat ga ik met de spullen doen? Waar de toekomst? Ja, met spullen, ja. Daar stond je eigenlijk ook niet zo bij stil, eigenlijk. Nee. Wat je dan daar weer mee deed. Hè, maar we hadden nog wel een stel oude huurwerken. Hè, en dachten we, nou ja, dan gaan we die huurwerken. Ja, we moeten dan daarmee, je kent ze gewoon particulier gaan verkopen. En dan ben je ze dus ook kwijt. Hè, maar ik dacht van, nou ja, ik zou eens vragen misschien dat Klok en Peel in Asten, dat die daar interesse in hebben. Ja, wie had je het eerst contact met Klok en Peel? Wie kwam het eerst kijken? De conservator. De conservator? Ja. En? Dat is eigenlijk de man, hè. Die moet beslissen. Ja, en hij gaf meteen gehoor toen je belde? Ja, hij gaf meteen gehoor eigenlijk. Hij zegt, kom wel even kijken. Zegt, ik meen dat ze met z'n tweeën waren. Ja. Hè, maar die kwam dus op een gegeven moment dan weer binnen. En die eigenlijk voor die oude huur werkte. En toen kwam je weer de fabriek binnen. En toen zag je hoe dat de fabriek weer eruit zag. En hoe dat dus was. En toen zegt hij van, nou, hè, dit moeten wij eigenlijk hebben allemaal wat hier staat. Nou ja, dus we zijn aan het overleggen gegaan. Eventjes met mijn zoon. Van, wat doen we ermee? Ja, is goed pap, geef maar aan hun. Hè, dan is het goed op zijn plaats daar. Nou, ik heb toen op een gegeven moment die Reiner Schutte heb ik opgebeld. En gezegd van, nou ja, kom het spulletje maar ophalen. Nou, die zijn toen met een aantal mensen zijn ze dus weer gekomen, meestal met man of vier. En die hebben eerst de zolders, hebben ze leeggehaald. En alles beneden neergelegd, afgestoft. En tot alles bij elkaar lag. En toen zijn ze later zijn ze weer een keer teruggekomen. En toen hebben ze alles weer geïnventariseerd. En weer schoongemaakt dan nog weer. Alles een nummer gegeven, opgemeten, lengte, breedte, hoogte, ingegeven in de computer. Een andere die moest er een foto van maken en weer een andere die moest het in de bak leggen, in de containerbak. En ja, dan wachten we maar af en dan gaat het allemaal naar Asten toe. Ja. En dan is het weer voor het nageslacht. Ja, net is dat prachtig. Geeft hen tevreden te voelen. Hè? Ja, dat is wel leuk. Ja. Hè? Dat bewaar blijft. Het hè? Blijft bewaard allemaal. Want het is toch een stuk geschiedenis. Het hè? Is een stuk geschiedenis. En dan, ja, je moet er soms mee lachen. Je kent gewoon, alles konden ze gebruiken. Ja. Ja, nou dat is toch prachtig. Dat is heel mooi. Zelfs de houten werkbank, want ja, in hun bekende blad bij, hè, ja. Van Museum De Peel, Klok en Peel. Er staat ook nog een mooi briefje in, hè? Een briefje dat ooit geschreven is door de firma IJsbouts. En die komen zelfs uit Asten. Die komen uit Asten, ja. Daar hebben jullie ook mee samengewerkt. Nou, later hebben wij nog een keer luidklokken hebben wij van hun, maar wat duur werkte, wij zijn eigenlijk altijd concurrenten geweest. Het is altijd helemaal, altijd concurrent. Laat het zo gewoon zeggen. Maar we konden goed samen eigenlijk. Dus als wij onderdelen van elkaar nodig hadden, hè, dan werd dat gewoon geleverd. Later
Omdat wij ook uurwerken dus weer tegen leveren aan de kerk. En dan werd er automatisch wel weer eens een keer gevraagd door de pastoor. Ik heb een klok nodig. Kennen jullie een klok leveren? Ja, kennen wij ook leveren. Nou, dan heb je een klok, die kocht je dan weer. Vroeger hebben wij die altijd weer bij Petit en Fritsen gekocht. Toen zijn wij weer naar IJsbouts gegaan. En toen hebben we de klokken van IJsbouts hebben wij dus weer gekocht. En zodoende is dat eigenlijk weer doorgegaan. Maar mijn vader die was altijd heel erg geïnteresseerd weer in luikklokken. En hoe dat er dan weer was. En die wou dat dan weer weten hoe dat er allemaal werkte en hoe dat er ging. Toen kwam ik op een gegeven moment uit dienst. En toen dacht hij, nou is de tijd rijp. Nou, onze Jos die kent dan wel mooi die luikklokken proberen. Dat we weten hoe dat allemaal werkt. Zodoende zijn wij dan weer, hebben we een jaar of acht of tien, hebben wij luikklokken gemaakt. Ja. En hoe dat, om te doorgronden. Je kent iets verkopen, maar als je niet weet wat je verkoopt, is dat ook niet zo leuk eigenlijk. Nee. Zodoende is dat dan zo weer gelopen. Ja. De tijd van prikklokken is ook voorbij. Tijd van prikklokken gaat ook, de mechanische prikklokken, ja. Daar gaat ook allemaal voorbij. Ja. Dat is allemaal een aflopende zaak. Maar ja, dat geeft ook niks, wij worden ook steeds ouder. Ja. En het ander loopt ook af en dan is verder geen probleem eigenlijk. Ja, en je had een zoon en die had geen interesse om... Nee, mijn zoon die had geen interesse, die zit in Amsterdam. En die zit daar in de financiële wereld en die heeft het daar goed naar zijn zin. En ik ben daar 100% tevreden over. Nou, dat is prachtig. Ja, dus, toch weer een stuk geschiedenis weg in Aderiksel, hè? Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Het is heel jammer natuurlijk. Hè? Bij de klok stond de tijd stil, hè? Ja. De staat erboven. Ja. Weg. We hebben nog een evende kerkhof, maar... Ja. Hè? Ja, het is niet veel meer dan het juwelier, ja, wat daarmee gebeurt. Ja. Dat gaat misschien ook wel weg, wie weet. Maar nou, als je kijkt naar dit monumentaal pand, waar gaat er in de toekomst? Enig idee wat er in de toekomst mee gaat gebeuren? Want ja, je mag er niet alles mee, hè? Je maakt er niet alles mee, maar de werkplaatsen wordt afgebroken allemaal. Dat wordt afgebroken. En dat wordt afgebroken allemaal. En dan blijft alleen, het monument blijft dus over. En dat wordt dan weer gerestaureerd. En dat wordt weer woonhuis. Het wordt gewoon normaal woonhuis. Ja, waarschijnlijk wel dat zoiets wordt. Een prachtig markant punt, hè? Ja, het is een heel mooi punt allemaal. Ja, het is ook jammer, hè? Je zegt de werkplaats, hè? Maar als je de gevel kijkt, gezien van de Klokstraat, is het eigenlijk uniek, hè? Ja, dat wel, ja. Maar dat valt niet onder monumenten? Jawel, ja, van de Klokstraat wel, hè. Van de Klokstraat wel. Ja. En ja. Dus dat blijft dan dus bestaan. Klokstraat 10, dat blijft gewoon bestaan eigenlijk allemaal. Dat blijft bestaan. Ja, daar zit er ook gewoon bij. Dat is ook vooral door die stenen, dat is willen van die cementsteen. Ja, ja. En dat willen ze zo dus houden allemaal. Ja. Maar, ik vind het prima allemaal. Ja, het Heemhuis heeft ook nog iets kunnen gebruiken wat dat betreft hier in Aderiksel, die ook bijzonder actief zijn. Die hebben nu de geschiedenis van Petit en Fritsen. Maar er zijn altijd ook een expositie van... Het Heemhuis heeft niet zoveel van ons hier. Nee. Alleen dat Jos regelmatig binnenvalt. Dat af en toe een keer binnenlopen allemaal. Is misschien een beetje negatief, maar ik heb op een gegeven moment dan gevraagd van willen jullie nog iets hebben of wil je dus... Dus nog iets, dan zeggen ze over ja, heb ik toch wel een keer kijken, maar dat was op een gegeven moment, heeft dat een hele lange tijd heeft dat geduurd. Ja. Voordat er iets belangstelling kwam van hun. Maar het is misschien ook beter dat de hele collectie naar één adres gaat. Achteraf is het nou gewoon beter eigenlijk allemaal, dat nou allemaal bij elkaar. Maar ja, we hebben zoveel spullen, dus ik bedoel, of er nou iets minder is of iets meer, dat maakt niks uit. Nee. Maar de Heem die had natuurlijk hier van alles, had misschien nog bepaalde dingen kunnen gebruiken. Dat ze toch kunnen zeggen, kijk, dat is nog van hun geweest. Ja, een soort geschiedenis zou in feite moeten blijven voor ons nageslacht, hè? Ja, dus je had toch iets kunnen zeggen eigenlijk weer van... neem nou gewoon dat briefje wat IJsbouts dan nog weer gestuurd had, dan nog weer iets van... Van 1890. Ja. Ik bedoel, zoiets, dat is toch een bepaald stukje eigenlijk. Wat dan toch de geschiedenis van Aderiksel en klokken van Aderiksel teweer brengt eigenlijk. Ja. Maar je kent natuurlijk de kopie van Maarten en dan ben je ook klaar. Dan heb je het ook. Hè? Ja.
Ja, vroeger werd er gezongen, hè, over de klokken na de Riksel, de burgemeester op de fiets. Hè. Ja, nou, dat is we natuurlijk zullen niet meer zingen. Allemaal, we zingen helemaal niet meer. Nee, hè? We zullen alleen moeten luisteren naar zijn mooie carillon. Ja, naar carillon. En dat is toen hij... zijn wij ook hier in Aleritsel. Heeft Frits daar eigenlijk overgenomen, want Frits heeft toen het carillon hier geschonken. En die heeft toen ook meteen de uurwerk heeft die overgenomen. En dat speelde allemaal. En toen zijn wij eigenlijk ook hier in Aleritsel buiten het Sixveld gegaan. Ja, buiten, ja. Ja, op een gegeven moment kwam er ook minder werk in, hè? Zeker wat betreft het torenuurwerk. En... ja, het is natuurlijk door de ontkerkelijking. He, is het allemaal minder geworden natuurlijk. He. Het neemt af. He, maar ja, wat gebeurt er? Vroeger hadden ze ook op een gegeven moment hadden de kerken. He, die hadden geen geld of ze zochten het niet uit te geven. En dan gingen ze naar de burgerlijke gemeente. He, en dan zeiden ze van nou, wij willen graag onze torenklok willen wij verlicht hebben. En kennen jullie niet wat betalen? Dus hun op een gegeven moment offerte dan nog weer naar de gemeente toe. Ja, hier, wij willen onze wijsplaat willen wij verlicht hebben. He, kennen jullie dat niet betalen? Nou, dus die kregen dan weer subsidie weer van de gemeente. En dan werd de kerkklok die werd weer verlicht allemaal. Ja. He, dus ze vinden ze wel een of ander potje. Wel weer. Alhoewel de katholieken niet, maar de hervormden bijvoorbeeld, die hebben al wel heel veel. Dat die kerkgebouwen of die torens, dat die overgaan naar de burgerlijke gemeente. En dan hebben ze daar, die kostenpost zijn ze dan kwijt. En dan doet de gemeente, die moet dan die kerk bijhouden, dan nog weer wat de toren betreft. Maar ja, die zit daar nou ook allemaal weer mee in zijn maag. Die zit allemaal weer met een kostenpost te houden. Hè, waar ze ook liever weer vanaf willen. Ja. Dus ja, het verandert elke keer. Een hele geschiedenis, hè. Jouw overgrootvader heeft toch iets gerealiseerd. Jouw vader en jijzelf ook. Ja. Geen opvolgers en dan ja, het verstandig besluit. Ja, dan gaat het vanzelf op. Maar ja, als je al meer dan 100 jaar hè, dus al ja, je werk gedaan hebt en al bestaan hebt en dergelijke. Ja. Je kent natuurlijk, er zijn natuurlijk bedrijven die nog veel langer doorgaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment komt er een eind aan. Hè, of je moet dan weer gaan nieuwe dingen gaan ontwikkelen en dergelijke. Maar ja, als je daar op een gegeven moment ook geen opvolgers of toestanden hebt, dan begin je daar ook niet aan. Is het nooit koninklijk geworden? Nee, we hebben het nooit, ook nooit aangevraagd, ook nooit geprobeerd. We hebben wel toen met die tijd van 100 jaar wel allemaal weer briefjes gekregen. Van dit en dat en een hoop. Hoe dat precies zat, dat weet je eigenlijk ook niet meer. Maar we hebben wel documentatie toen weer gekregen. Maar we zijn daar ook, je moet het zelf ook willen, denk ik. Ja, kunnen we gewoon zeggen. We hebben het koninklijke afgesloten in ons Aleriksel, tegenwoordig Laarbeek, maar het was bedrijf in Aleriksel. Ja. Ja. Ja, als je overgrootvader had ooit beseft, van Lieshout naar Aleriksel gekomen, ooit had beseft dat Laarbeek zou worden, dan had hij niet hoeven te verhuizen. Nee, dan had hij niet hoeven te verhuizen. Nee. Maar ja, zijn vrouw die had hier op een gegeven moment toch alweer een boerderij en die zijn dus, daarom zijn ze hier weer naartoe gegaan eigenlijk. Hè. Ja, dus, dat had allemaal zijn reden. Het had allemaal zijn reden dan weer. En het groeit. Hij is hier gekomen natuurlijk ook weer als... ja, wat nou precies... Hij is met uurwerk is je begonnen, laten we het dus zo zeggen. Ja. En dat heeft allemaal toch weer zijn ontwikkeling gehad. En toen de tijd natuurlijk, toen met die kerken... ja, er zat natuurlijk toch wel iets in eigenlijk. Hè. Ja, maar je moet het weer wat groter opzetten en wat actiever zijn. En ik weet ook niet... op een gegeven moment, als je ook nog weer een juwelierszaak er nog weer bij hebt en je hebt op een gegeven moment je torenuurwerk en je moet je werk allemaal weer opnemen, weer verder en dan plaatsen, dan nog weer naar Den Haag of waar het ook naartoe moet. En dan moet je toch daar weer naartoe en dan praat je toch over begin 1900. Hè? Ja. Dus daar zijn toch hele reizen weer en dan kan je ook niks anders meer doen. Nee. Maar ja, als je dan praat over die tijden, hard werken en toch een respectabele leeftijd bereiken. Hè? Pak je vader 102, hard moeten werken, maar toch... Nou ja, hard werken, hij heeft niet, lichamelijk heeft hij niet hard maar te werken. Wel. Maar hij, het was zijn hobby, laten we het dus zo zeggen. En hij vond het dus gewoon leuk om het dus te doen. Hè? En je kent ook 102 worden, maar je moet dan wel aan de gang blijven. Juist. Hè? Hetzelfde als mijn vader. Je kent op een gegeven moment zeggen van nou, kijk het maar, ik ga op een stoel zitten achter de geraniums.
En dan roest alles vast. Dus dan werkt het ook niet meer. Maar als je dus een bedrijf hebt en je bedrijf moet je, laten we het zomaar zeggen, blijven runnen. En dan blijf je ook met je gedachten en denk je, goh, hoe moet dat nou? Dan moet dit en dan moet dat en dan moet door blijven draaien en dan moet zus doen en zo. Dan heeft hij wel achtergrond. Ja. Heeft hij als mij dan natuurlijk weer. Maar je bent zelf, ben je dus ook bezig en je werkt opnemen. Wat hij dus altijd deed. Ja, maar Jos gaat ook niet achter de geranium zitten. Nee, het gaat niet achter de geranium zitten. Nee. Daar heb je mensen geen zin in. Nee, blijven gewoon rustig doorgaan, ook al is het hobby. Ja. Er staat nu allemaal gereed voor transport naar Assen. Ja, ruimtegebrek in Assen op dit moment, hè? Ja, dat is gewoon het nadeel nou eventjes. Ja. Maar dat staat al eventjes weer hier. Maar ja, we hebben de ruimte hier nog. En we zitten er nou niet om verlegen. Maar ze zeggen al, als je de ruimte nodig hebt of het moet weg, laat ons weten en dan gaan we iets anders regelen. Dat dus wegkomt en dan zeggen we, nou ja, laat maar gewoon staan. Nee, maar het verder ook niks uit. We kennen elkaar lang, Jos, jou kennen. Je bent erg sociaal, ook naar de gemeenschap toe. Dus wat dat betreft, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En hopelijk zijn we aanwezig als de officiële opening komt. Want bij de klok, de tijd stond stil in Assen. Ja, nou ja, we zullen hopen dat we het nog meemaken. Ja, dat in Assen ooit nog tentoongesteld wordt allemaal. Nou, laten we het hopen. Ja, en tijd voor leven hebben, dan gaat dat. Ja, en dan kan Adel-Riksel maar samen naar Assen gaan. Dat was voor hoe dat kan daar bij de klok. Hoe dat in Adel-Riksel was en hoe dat in Assen is. Nou, dankjewel, Jos. Graag gedaan.